Hallo mensen, vandaag zijn we weer in Hoeve. Een klein beetje mijn Hoeve. Niet dat alles voor mij is natuurlijk, of dat ik de burgemeester ben of zo, maar wel omdat ik hier al heel lang met heel veel plezier woon, werk, sport, mijn kinderen naar school breng, de kinderen naar hun sport breng. En in deze video geef ik je een antwoord op een van de meest gestelde vragen die we in de praktijk krijgen. Om te beginnen is Hoeve zeer gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen die je heel snel naar de omringende steden brengen. Daarnaast wordt Hoeve aan de zuidzijde omsloten door een mooi bosgebied waar we ons nu bevinden. En aan de noordzijde wordt het omsloten door een uitgestrekt poldergebied met een prima viswater. Voor dorpse begrippen heeft Hoeve goede voorzieningen voor de dagelijkse behoeften. Centraal in het dorp gelegen in één winkelstraat met meer dan voldoende parkeergelegenheid. Ook de recreatiemogelijkheden zijn er voldoende. Centraal bij elkaar gelegen in één straat, waaronder dit tennispark. En ook deze bijzonder actieve voetbalvereniging. Altijd doeltreffend met MD-makelaars. En dan ook nog een korfbalvereniging, een indoorhal voor diverse sporten en een mooie nieuwe breedschool. En dan hebben we nog Waterspeelparadijs Splash, beter bekend als Bosbad Hoeve. Met binnenspeeltuin, buitenspeeltuin, visvijver, diverse baden, spectaculaire glijbanen en een heuse duikput. Wat is er nou nog lekkerder op een zomerse dag als deze om een verfrissende duik te nemen? Let op! En dat doe ik dus niet. Jammer hè? Ik hoop wel dat ik je een beetje een idee heb gegeven wat Hoeve zo bijzonder maakt. De groeten!